Ja, dit is een leuke periode bij de verkiezingen. Ja, want en bijna elke dag, dan denk je bij jezelf, nou, dan ga ik op die stemmen. En dan de volgende dag, dan twijfel je alweer. Ja, dat zagen we laatst ook bij Vandaag Inside. Ja, want de Johan, die Derksen, die switcht ook van het ene moment naar het andere. Die was de eerste hele tijd was die bij de Caroline, bij de BBB. Toen ging hij weer naar de VVD. En nu zit hij bij Omzicht. Ja, hallo. En het stikt van de zwevende kiezers. Ja, ik bedoel, maar dat zijn wij ook. Ik ben, je kijkt hier gewoon naar een zwevende kiezer. Ja, hier, ja. Geen idee. Nee, want ik laat het gewoon afhangen van de peilingen op de laatste dag. Ja, zoiets. Ja, maar ja, die Omzicht nu, ja, die is met zijn programmaatje gekomen. Ja, hij stond niet bij mij echt op de lijst nu al om te zeggen, goh, waarschijnlijk ga ik Omzicht stemmen. Nee, want ik weet niet, ik vind hem zo gedegen. Hé? Hij is zo gedegen, dat is er ook, weet je, dat christelijke. En ik mis ook een beetje de swing en ik mis een beetje de empathie en menselijke warmte en zo. Het is allemaal, ja, dat mis ik een beetje bij de Omzicht. Dus hij stond nog helemaal niet bij mij op mijn favoriete lijstje. Maar nu is hij gekomen dan met zijn programma. Ja, hé, eindelijk. Nou, daar is hij dan, de Pieter. En Pieter, die vertelt ons dat hij toch nog 50.000 mensen, 50.000 asielzoekers, wil hij toch nog toelaten in Nederland. Hallo? 50.000 per jaar. Vrienden, dat zijn er 1.000 per week. Ik dacht van, nou, dat gaat hij aanpakken. Dat van, kom maar binnen met je knecht. Nee, ja, er gaat wel wat vanaf. Maar blijft toch nog 50.000 over, vrienden. Dus dan twijfel ik ook alweer aan de Pieter. Want 50.000, vrienden, dat wil zeggen in 2 jaar tijd 100.000 mensen erbij weer in Nederland. Ja, ik heb even nagekeken. Dat is een stad als Deventer, Delft. Venlo, zulke grote steden, die komen in het poep in 2 jaar tijd bij. Wat denk je van Emmen of Alkmaar? Dat zijn allemaal dat soort steden. Krijgen we er dan gewoon in 1 klap bij? Dat kan natuurlijk niet. Ja, dus, ja, ik weet het niet. Grote twijfel weer bij onze Pieter. Hey Den Haag. Ik ga.